We letten op originaliteit, constructie en de hoogte. Maar dat wil niet zeggen dat de allerhoogste gaat winnen. Maar het moet een combi van die drie zijn en dan zullen ze winnen. Breda Nu. Je weet het meteen. Iedereen was druk in de weer op basisschool De Hooghakker. In de week van 11 tot en met 15 maart hield de school de week van wetenschap en techniek. Alle kinderen probeerden een zo hoog, stabiel en origineel mogelijke toren te maken. De winnaar ontving een mooie prijs. Deze week is het de week van de wetenschap bij jullie op school en techniek. Wat houdt het precies in? Nou, wij vinden het als school heel belangrijk dat kinderen wetenschap en techniek leren door middel van doen. Deze week hebben we ervoor gekozen om als opdracht bouw zoveel mogelijk torens te maken. En de groepen 1 tot en met 8 zijn aan het werk geweest met als enige opdracht bouw een toren. We zijn maandag begonnen en gedurende de hele week zijn we eigenlijk bezig geweest met het bouwen. Er zijn spullen binnengebracht van de school, allerlei schuurtjes werden leeggehaald thuis. Pallets werden binnengereden, dozen, hout, van alles. Het werd allemaal verzameld en de kinderen zijn gaan bouwen naar hun eigen ontwerp. En uiteindelijk hebben we een hele grote tentoonstelling samen kunnen stellen, waar we met z'n allen super trots op zijn. We letten op originaliteit, constructie en de hoogte. Maar dat wil niet zeggen dat de allerhoogste gaat winnen. Maar het moet een combi van die drie zijn en dan zullen ze winnen. Maar het is heel moeilijk, want we mogen er maar eentje hieruit kiezen en maar eentje daar. Dus het wordt nog een klus. Wat vond jij het leukste aan heel deze techniekweek? Dat ik kan samenwerken met anderen en het is ook leuk om te zien hoe je met z'n allen samen een plan maakt. Wat was het idee achter jullie toren? Wij zouden de Burj Khalifa maken. Die staat in Dubai en is de hoogste toren van de wereld. Jullie hebben natuurlijk gewonnen. Was het moeilijk om de toren te bouwen? Ja, hij is een paar keer omgevallen. En welke materialen hebben jullie allemaal gebruikt? Laadjes, boeken, rekenboeken, klokjes, potloden, rekenrekken. En waarom is het belangrijk dat kinderen zich met de wetenschap bezighouden? Ja, zoals ik al zei, het probleemoplossend denken, buiten je comfortzone komen. Noem het maar op. Vooral het samenwerken, het komen tot een product, onderzoeken, nadenken over dingen. Alles zit er eigenlijk in. Hartstikke waardevol in een rekenles. Die kan ook gegeven worden, maar als je op zo'n manier kunt werken, dan zit daar ook alles in. Meten, rekenen, stapelen, inzicht. Dus ja, fantastisch. Nou, ik vond het leukste eigenlijk gewoon de torens bouwen. Waarom is jullie toren de allerbeste toren? Nou, omdat we er heel erg ons best op hebben gedaan. Alleen jammer dat hij iedere keer deed instorten. Dat was wel jammer. Je moet wel eerst je jas aan, Breda Nu. Je weet het meteen.